sta ik dan weer bij mijn favoriete wasstraat. Dus niet echt heel erg blij ben. Zo, ik moet namelijk... Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ja, vanuit Den Helder. Het grijze Den Helder op dit moment. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Zoals altijd weer op deze mooie gloednieuwe dag van donderdag 9 februari 2023. En het is nou net 11 over 1. Ja. En ik ga de auto even afsluiten en ik ga even naar mijn grote vriendin toe. Dus die zien we ook zo meteen, want ik moet eventjes het een en ander met haar bespreken. Dus misschien zien we dat vanzelf alweer in de vlogs. Ja! Daar sta ik dan weer bij mijn favoriete wasstraat in Den Helder. Ja! Nou, bij Linda ben ik dus even geweest. Even een bakje gedaan bij haar. Lekker warm, een bakje thee. Het is nou 7 graden trouwens hier overigens. Het is niet koud. Voor dinsdag 14 februari heb ik een afspraak voor Ro gemaakt. Gaat hij dus lekker in de kapperstoel? Yay, nana. Ik ben daar zo. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus ja, en ik heb mijn zus gesproken. Die gaat morgen met me mee. Om mijn stiefzus eventjes een tandje te voelen. Ja. Want er wordt er namelijk een heel vies spelletje gespeeld. Maar dat horen jullie straks wel. Want ik ben not amused. Nee, echt gewoon niet. Maar ja, ik ga nu eerst, wat ik al zei, de auto wassen. Daar is ik al. Mijn auto ziet er niet uit. Kijk maar, hier. Dit is echt vies en ik kan hier zo slecht tegen. Oh, ik kan daar heel slecht tegen. Dus gewoon eventjes een snelle beurt weer. En dan binnenkort weer even naar Zoetermeer. Om daar even te gaan wassen, jongens. Kijk. Oh. Dus ja, dat zeg ik. Binnenkort even weer naar Zoetermeer, even naar Bob Autowasstraat. Dus dat komt ook helemaal goed in. Dan gaat hij weer shinen. Dus nou ga ik even gewoon even te sneller doen. En dan ga ik jullie even nou niet in meenemen. Jullie weten dat ik hier sta, dus helemaal top. En zo ben ik nog bij Linda. Zo ben ik in de wasstraat. En zo ben ik weer bij mama. Ja, ik zei dus net bij de wasstraat dat ik dus niet echt heel erg blij ben. Morgen ga ik dus naar Groningen. Dat wou ik eigenlijk nog helemaal niet zeggen. Maar het speelt er het een en het ander. Mijn vader is dus heel lang geleden gescheiden van mijn moeder. Mijn vader heeft dus al heel lang zijn tweede vrouw. Waar hij met mijn stiefmoeder, die heeft samen met haar ex 5 kinderen. En mijn vader en mijn stiefmoeder, die hebben dus samen nog 1 zoon. Dus ze hebben in totaal 6 kinderen. Ja. Waarvan ik dus sowieso en naar mijn eigen zus zou gaan. Die dus vorig jaar die ik op heb gevangen. Daar zou ik ook al sowieso naartoe gaan. Maar ik had dus ook een afspraak met een van mijn stiefzussen. Dus, maar haar kind die was ziek. Nou prima, dat kan gebeuren. Maar omdat ik toch al in de buurt was, had ik zoiets. Nou, dan ga ik even afspreken met een van de tweelingen, zeg maar. Want de andere tweeling is gewoon helaas overleden. Maar zij, dus ik had zoiets van, nou weet je wat, dan ga ik even met haar even kijken of zij dat leuk vindt. Ja, is helemaal geen enkel probleem. En ik krijg in één keer de wind van voren. En dat mijn andere stiefzus van een van de tweeling dus mij heeft moeten blokkeren. En geen contact met mij mag opnemen. Dan heb ik zoiets van, sorry, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Zij is oud en wijs genoeg om zelf te kijken wat ze wil. Dus, ik heb ook vandaag mijn zus gebeld. Mijn eigen bloedeigen zus, ja. En die gaat dus morgen mee om mijn stiefzus eventjes aan de kaak te stellen. Want zo ga je dus niet om met mij. En dan krijg ik ook nog de wind van voren dat ik dus op mijn moeder lijk. Nou, in dat opzicht lijk ik dan niet op mijn moeder. Maar dan weer heel veel op mijn vader. Maar ja, weet je,
Dat komt nog wel even allemaal morgen als ik, of zaterdag als ik thuis ben. Want morgenavond ben ik gewoon weer lekker thuis. Ja. Dus wordt wel weer een leuke dag morgen. Want ik ga sowieso mijn zus morgen ophalen. Dan gaan we parkeren bij mijn vader bij de deur. Want dat is gratis. Want anders moet ik betalen voor, bij een winkelcentrum. Dat ga ik niet doen. Lekker parkeren. Dus, en hij kent mijn auto toch nog niet, dus zoek het uit. Daar ben ik heel makkelijk in. Dus, maar ook, dat mag ik eigenlijk niet van mijn stiefzus, die dus en bij mijn vader en bij haar moeder in woont. Ja, heel slim, maar zij bepaalt niet wat ik mag doen, zeg maar. Nee, want die tijd heb ik gehad, toen was ik nog klein. Toen had mijn moeder wat over mij te zeggen. En soms dan heeft ze dat nog steeds. Maar ik leid mijn eigen leven, dus ik mag ook mijn eigen dingen doen. Gelukkig. Hé, man! Dat bedoel ik. Dus, nou, maar met mijn zus die had zoiets van, nou meis, ik ga met je mee, want dit klopt ook niet. Mijn zus kreeg ook een rare nasmaak in de mond. Dus die had zoiets van, nou weet je wat, ik ga lekker mee. Helemaal goed, helemaal top. Dus wij zijn als twee zussen. Even mijn andere stiefzus even aan de kaak stellen morgen. Dus jullie horen het sowieso hoe dat gaat verlopen. Ja, maar dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Dus, ach ja, en daar wil even iemand aandacht. Kijk, daar wil even iemand aandacht. En ja, wil je aandacht dan, kind? Wil je aandacht? Oh ja. Oh ja. Is dat zo? Nee. Echt niet. Blijf zitten, jij. Dit kom je gewoon in één keer random tegen. Ik denk, hier moet ik gewoon even voor vloggen. Dit is zo leuk. En dat is gewoon een camping. Dus ja, hier in de mooie rondom Den Helder, Julianendorp, de polder. Ja, rondom de polder. Ja, van Den Helder, Julianendorp. Nee, leuk. Appa, dat is mijn mek. Jongens.
Poh, zou Andrew zeggen. Ja. Zo, ik moet namelijk krabbiesalade hebben. Krabsalade, ja. Krabbiesalade. Beide salades. Ja. Van de goedkope, zeg maar. Even kijken waar. Zet dat hebben hier? Ja, daar. Daar, handig. Dus even kijken, En die koper. Kijk, en wel kopen. Gaan ook. Ik moet even wachten totdat mensen weg zijn. Ja, ook handig. Ja. Even kijken of ze dat hebben überhaupt. Ja, dat hebben ze. Mijn salade hebben ze. Zo. Ja, ik moet gewoon even wachten. Dat is leuk. Kijk, en nou kan ik erbij. Yeah. Ja, twee eurotjes. En voor zo'n bakje. Ja, twee eurotjes. Dus, en dan gaan we naar de bak. Ja, met mama. Mama is erbij, nog steeds. Hoe toevallig. Dus, ik heb het koud. Ik heb het gewoon koud. Man. Er zit wat hier in de vierkante bak. We gaan eens kijken wat er allemaal in zit. Hoe meer deze kant op gaat, hoe warmer het wordt. Dat wel. Eens even kijken, wat hebben ze hier allemaal? Gevuld eitje, is ook leuk hoor. Is ook lekker, gevuld eitje. Eens even kijken, stoofpot rund. Nee, dat is niet. Kip mambo salade. Nee, ja. Gevuld eitje. Ja, ook en ook wel denk ik voor u. Ja, ook wel denk ik wat voor u. Voor dit lekker op broodjes of zo. Is wel handig voor u. Ja, vind ik wel. Ik dacht wel twee. Lekker. Huh? Rij kerrysoep, wel lekker. Nou, hoopt u dat toch? We helpen elkaar, is handig. Wat is dit? Stamppot. Ja, wat voor stamppot? Hutspot. Lekker. En daar heeft hij stoofperen en u heeft stamppot andijvie. Ja, nee. Nee. Gaan we maar niet doen, denk ik. Nee. Oosterse nasi, kan u ook? Wie? Oosterse nasi. Nee. Nee, toch maar niet? Nee. Nee. Dat is mooi, dan maar niet. Oh, het is koud. Ja, nou, ik heb het ook koud, ja. Brrrt. 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 Ik heb het koud. Dus. Ja, ik ook. Me too. I know. Ik weet wat u bedoelt. Dus, nou, ik ga even afrekenen en dan gaan we zo gelijk naar mama de huis. En daar zien jullie ons weer. Ja, nou, we gaan eventjes gehaktballetjes draaien. Mama en ik, saampjes. Ja. Dat doe ik even zo, kom er ook bij. Want we gaan zo meteen namelijk... deze soep eten. Ja. Dan moet ik sowieso vergelijken. 750 milliliter en 750 milliliter. Dus mooi. Dan doe ik hem wel eventjes zo even. Dat hoeft u dus niet hoor, mam. Ik ga dat ook echt niet doen. Nee, dat hoeft ook niet. Zo. Groot, klein, maakt helemaal niet uit hoor. Nee. Ja, zo. Zo. Lekker gehaktballetjes draaien, mam, saampjes. Zo. Wat moet je? En dan ga ik zo ook eerst even wat doen en wat u al heeft gedaan. En dan mag u even vertellen tegen mijn kijkers waarom u trots op mij bent. Moet ik dat vertellen? Ja, dat vind ik leuk. Als u dat zo meteen gewoon even vertelt, dan tegen mijn kijkers, vind ik leuk. Dat vind ik gewoon lekker grappig. En wat moet jij? Ik zit toch zo even op de rug. Lekker hè?
Ja, maar ik krijg lekker niks. Heb jij even pech? Dat is pech. Ja. En gehaktballen weg. Ja, zoiets. Ja, precies. Ja, ik ben dus trots op Karin en dat heb ik jullie al verteld in mijn eigen vlog. En ik heb het ook via een gedicht laten zien. Maar ja, dat zien jullie dus niet. Of jullie moeten je eigen abonneren op mijn kanaal. Maar dat is aan jullie. Maar in ieder geval, ik ben trots op Karin hoe zij haar eigen staande weet te houden in deze, rotmaatschappij. Maar dan heb ik het niet over wat er over de wereld gebeurt. Nee, over wat er met haarzelf gebeurt. En dat ze zoveel pijn hebt en alles. En toch gewoon door blijven lachen. Ja, altijd maar door blijven lachen. Nou, daar ben ik gewoon trots op. Ja, ze huilt ook wel eens, maar dat doen we allemaal. En dat moet kunnen. Maar ik ben gewoon trots op mijn dochter. En ik hou heel veel van haar. En degene die denken van, nou, ze bekijkt het maar. Ze zit toch te zwetsen uit de nekharen. Nou, die zijn gewoon niet goed wies. Nee. Dus ik hou van mijn dochter zoals ze is. En degene die aan mijn dochter komen, nou ja, die moeten zich dan verbergen. Want ik kom aan hun. En ik heb een hele mooie stok. En die legt dan zo in hun nekkie. Ja. Dus pas maar op. Doe mijn dochter niks kwaad aan, want je komt aan mij. Ja, en waar heeft u een soeppan? Eventueel nog kwijt. In deze. Dank u. De onderste. In de onderste. Dan gaan we die even gelijk even passen, jongens. Zit ik er een heleboel in? Ik wou net zeggen. Maar dat werkt niet uit, blijf. Ja, enkel dat ding gebruik ik nooit. Nou, en nu dus wel. Nee, ja, die pan wel, maar wat erin zit. Dat blauwe ding. Oh, dat blauwe, ja. Ja. Dat is een, kijk, ik heb hem één keer gebruikt, nooit weer. Ja, nou dat kan. Ja, omdat ik doe het precies zoals het op de beschrijving staat en nog is het niet goed. Dat ja, is nog een plompudding. Ja. Nou, maatbeker nu wel eventjes. Nu wel, eens een keer. Dat is suiker en dit is... Alles staat erop. Ja, dat weet ik. Dat gebruik die kleine altijd. Ja, en ik niet. Ik ben eigenwijs. Wist je dat nog niet? Nee. Nee, nou dan weet je dat dus nu. Dat is te erg. Maar... Dames, mag ik er even heel gauw bij? Dankjewel. Dat is één. Nee, jullie krijgen het niet. Dat is één. Ja, ik blijf lekker pesten, dame. Vind ik veel maar wel leuker. Jou en jouw pesten. Zo. Nee, die gebruik ik normaal gesproken bij wijze van spreken als ik iets wil bakken, maar ja, wanneer moet ik bakken? Haha, en toen waren jullie even gevlogen. En dat vind ik niet leuk. Maar ja, wij gaan eventjes koken en eventjes balletjes draaien en dan gaan we zo meteen lekker eten. Nou, mama is even aan het omspoelen en dit kookt al lekker. Yup. En dan gaan we zo meteen eten en lekker smullen. Helemaal goed. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer eventjes op mijn kanaal. Doe het duimpje even omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. En laat even tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.